Ik weet nog heel goed dat ik de map opende, de eerste foto ging selecteren. En dat ik toen al merkte, hey, tof, kikker. En dat je blijft kijken naar die foto's. Dankjewel. Alsjeblieft. Dordrecht en de Drechtsteden vanuit de wolken. 280 luchtfoto's vol nostalgie en van een stad uit vervlogen tijden. Het boek staat vol foto's die bijna nooit eerder te zien waren. Ja, het zijn luchtfoto's, allemaal luchtfoto's uit de periode 1950-1990. En ja, het waren unieke foto's. Je ziet dat, hoe Dordt veranderd is in de loop der tijden. En met name de buitenwijken. Het leuke is dat het wel herkenbaar is. Dus iedereen ziet allemaal herkenbare punten. Hè. De grote kerk natuurlijk, hè, die er heel veel op staat. Ja, schoolgebouwen en de oude straatjes. En je ziet ook hoe het allemaal veranderd is. Nou, heel veel ken ik natuurlijk al omdat ik zelf geboren en getogen Dordtenaar ben. Ik ben geboren in Dubbeldam, dus het was ook nog wel leuk om delen van mijn eigen dorp te zien, zoals het toen was, waar mijn ouders destijds zijn gaan wonen. Ja, en tegelijkertijd zie je ook dat wijken als Wielwijk en Krabbehof uit de grond worden gestampt. Met alle respect, maar het is niet van niks dat ze nu weer nieuwbouw plegen. Het was niet zo mooi. Uit de puinhopen van Rotterdam werd die wijk opgetrokken, de stenen letterlijk. Je hebt pracht en praal, maar ook aardslelijke dingen. Mensen die zitten met loepjes te kijken, vooral de oudere mensen. Waar heb ik gewoond? Waar heb ik op school gezeten? Waar heb ik gewerkt? En ja, dan krijg je wel eens, dat hebben we uit het Rotterdamse boek gemerkt, wel eens de opmerking van ja, het was geen 1956, maar 1957. Want toen stond die lantaarnpaal er nog niet. Of het was niet de Volendam, het was de Westerdam, dat schip. Want die had 50 patrijspoorten en geen 4 voor. Ja. En wat doen jullie dan? Dan bewaren we dat allemaal voor de volgende druk.